Goedemorgen, wij zijn wakker. Mm-hmm. En waar we gisteren nog helemaal zeiden, misschien heeft ze verborgen reflux, want ze heeft nog nooit gehad dat er zeg maar zo'n melkweek kwam vanochtend. Jeetje. Oh, maar dat was gewoon... Zoals je ziet is het bed verschoond. Ja. En ik moest me ook verschonen. Alles zit gelijk in de was. Alles, ja. Ik denk helemaal dat ze zelfs gewoon overgegeven heeft. Ja, want het was te zuur geworden. Dat is echt... En die waarvan het is zo zielig. Ja. En... Ja, dit kwam... Oh, dit kwam ook zo veel uit. Ik heb zo goed als niet geslapen. Ze ging elke uur drinken. Ik denk dat ze elke uur gedronken heeft en dat het te veel in haar buik werd. En dat dat er allemaal uitschoot. Ja. Ja, ik denk dat ze iets met reflux heeft. Dat... Nou ja, of gewoon te veel. Want ze heeft natuurlijk de regeldag gehad. En misschien dacht ze dat ze nog dorms heeft. Hoppa. Dus ik ga kijken of ik nog een beetje slaap in kan halen. Oh, en de hik. Ja hoor. Dit is dus ook typisch iets daarvan. Dat ze dan gelijk de hik hebben ook. Ze heeft heel vaak de hik. Echt. Heel vaak. Meerdere keer per dag. Ja. Oh. Dus dat was onze nacht en ochtend. Arme meid. Arme meid. Zo zielig allemaal. Oh man, wat een dag. Het is inmiddels 6:10. En we doen even wisseling van de dienst. Dus ik heb vanmiddag even geslapen. En Gregor is nu aan het slapen. Het is zo zielig. Ik denk echt dat zij iets van reflux heeft. Want elk symptoom, alles, komt overeen met haar. En ze gaat echt krijsen als je er neerlegt. Maar als je er hoog houdt, gaat het goed. Of schuin op de knieën. Dat is onze favoriet. Ja, het is echt zo sneu. Zo sneu. Ze had echt zo hard overgeven vanochtend dat je denkt... Maar ja, de temperatuur is goed, dus... Ik heb haar nu net gevoed en nu hou ik haar hoog. Ik durf haar dan nu echt niet meer neer te leggen, want dan begint ze weer te krijsen en pijn te hebben en zo. Zo zielig. Morgen hebben wij dus ons nagesprek over de bevalling. Dan hadden we dus bedacht om vooraf de bevallingvideo te gaan kijken. Dus de beelden die we hebben van de bevalling. En we hebben allebei zoiets van, wil jij dit nu bekijken? Gregor zei van, ja, voor mij hoeft het niet. Ik wil het best kijken, maar het hoeft voor mij niet. En ik vind het ook echt wel heel heftig. Het is, we staan er allebei ook heel anders in. Want hij heeft zeg maar het gezien, hoe het is gebeurd. Hoe gewoon de hele bevalling en alles eromheen. Ik weet niks, ik heb niks gezien. Ik keek naar de muur. Ja, het is lastig. Ik denk dat het verstandig is om het te bekijken... We hebben een hele lijst aan vragen die we hebben voor de gynaecoloog en de verloskundige die het hebben gedaan. En voor degene die het niet weten, dus onze baby is geboren door een schouderdystocie. Dus het is, ja, best wel heftig allemaal. Maar ja, misschien dat we hebben het dus toevallig allemaal goed op beeld. En nu kunnen we ook heel feitelijk zien wat er precies is gebeurd en wat er is gezegd. En daar hebben we vragen over stellen. Maar ik vind het toch wel heel heftig. En ik heb van een vriendin gehoord die ook haar... bevalling op video had, die heeft het pas na een jaar kunnen bekijken. Het is voor ons nu 2 maanden geleden ongeveer. Mijn verstand zegt, doe het, want dan kan je goede vragen stellen. Mijn gevoel zegt, vriendin kwam wel met een goede tip. Die zei, je kan het ook zonder geluid kijken. Misschien ook wel goed. Maar ja, dan hoor ik ook niet wat er gezegd wordt door de mensen. Lastig. Zijn er anderen die ook zoiets hebben meegemaakt en die het op film hebben? We hebben het echt heel soort van geheel toevallig allemaal op film. Full HD. Ik heb het nog aangeboden aan de gynaecoloog dat hij de beelden mocht hebben. Voor academisch gebruik. Weet je, voor opleidingen, whatever. Kijk, ik hoef niet met mijn benen wijd op YouTube of zo. Maar voor mij mag je het echt wel gebruiken voor opleidingen. Heb ik ook nog net een verhaal gelezen over een kindje. Ik vond het zo heftig, ik moest zo hard huilen. Over een kindje dat overleden was. Van zo'n mama-blogger. Over, ja, ik weet niet. My god, waarom heb ik dat helemaal zitten lezen? Wat zo heftig. Ja. Het doet wat met je, hè, die kinderen? Emotioneel. Ik doe dan nu maar even een draagzak. Thank god, dat mag. Want op een gegeven moment, gisteren mocht het niet eens. Werd ze helemaal... Nee, wil ik niet. Vond ik ook al bijzonder. Oh, ik vind het zo zielig. Oh. Ik weet ook gewoon niet wat het is of zo. Waar je het zoeken moet. Ik heb een hele fresh maaltijd. Of is er inmiddels weer. Die, ik weet niet, per ongeluk heb uitgekozen. Allemaal dingen die ik dus niet mag. Wat als het niet goed is voor gas en dat soort dingen. Rode kool, bloemkool. Er zitten spicy honingpinda's in. Allemaal dingen. Dus ik ga nu voor het eerst ooit gewoon het hele recept aanpassen. En gewoon eigen dingen ervan maken. En dan vervolgens maak ik een soort van de originele versie. En voor mij iets anders. Ja, het zijn wraps, weet je. Dus het kan niet zoveel fout gaan.
En dit is het resultaat. Jongens, dit is echt bizar, hè? Soms staat ze. Zo gek. Oké, guys. Het is 10:30. We gaan slapen. Zo, zeg dat haar. Hebben de video nog niet bekeken. Ik weet eigenlijk niet of ik het wil kijken. Ik kan het denk ik niet aan. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik denk. Zijn er anderen die hun bevalling op video hebben? En wanneer hebben jullie teruggekeken? Ik weet het niet. Ik heb de beelden, maar... Nou ja, misschien morgen, maar ik denk het eerlijk gezegd niet, ik weet niet. Het is een gevoelsding. Misschien ben ik wel morgen dat ik wakker word helemaal sterk en denk yes, I can do this, maar ik weet niet. Oké, wij gaan slapen. Wel trusten, bedankt voor het kijken en tot morgen.